Beste kijkers, welkom bij Senior Feyenoord TV. Ons eerste item gaat over de staking van medewerkers van Unilever. Jup en Ian waren erbij. U bent? Martin van Dijk, technisch operator, margarinefabriek Unilever. Zeg, wat is hier aan de hand? We staan hier op het hoofdkantoor van Unilever op Rotterdam-Zuid. Wij zijn in actie tegen Unilever, tegen afbraak van het werk in Nederland en tegen een verslechtering van het CEO. Wat Unilever het beleid tegenwoordig voert. Al het werk verdwijnt uit Nederland voor een paar centen meer winst. Want winst wordt er gemaakt, alleen voor Unilever standaarden te weinig. En wij willen het werk wat we nu hebben, willen we in Nederland houden. Unilever. Schets eens even de situatie. Gaan er arbeidsplaatsen verloren raken? Ja, er gaan drie fabrieken dicht. Calvé, Loosrecht en Vlaardingen. Dat zijn drie fabrieken die vol zitten met mensen die voor een gezin moeten zorgen. Die fabrieken zijn winstgevend. Die hebben een goed rendement. Maar omdat ze in Unilever ogen te weinig opbrengst leveren, worden ze gesloten. En wordt niet naar de mensen gekeken. Vandaar deze actie. De directie heeft altijd kennen gegeven, wij zijn niet te beroerd om te praten. Alleen onze bonden die zeggen van er wordt niet gepraat. Er wordt wel gepraat, maar er wordt niet onderhandeld. Ze hebben 18 A4'tjes CO-voorstellen neergelegd, wat gewoon afbraak doet op het oude CO. En wij zijn gewend als we voor een CO onderhandelen dat we erop vooruit gaan. In dit geval gingen we erop achteruit. En daar kon niet over onderhandeld worden. Dus er werd wel gepraat, maar niet onderhandeld. Dus vandaar dat we kracht hebben bijgezet dat het mot gewoon onderhandeld worden. Wij pikken het gewoon niet langer. En als het mot gaan we gewoon door tot het gaatje.